What the heck, dames en heren. Een hele goede dag, dames en heren. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en we zijn natuurlijk nog steeds in Spanje. En ik heb hier een heerlijke worst op een plankje liggen. En dit, dames en heren, is mijn ontbijt. Je moet trouwens wel echt heel erg oppassen, zoals hier, dat ik dit wel goed ga opruimen, want anders heb je hier echt miljoenen mieren. Geloof het of niet. Het is echt verschrikkelijk. Deze die heeft wat brie. Gaat de telefoon even opladen, zodat ze ook weer even wat leuke foto's kan delen via Instagram en Snapchat. En wij hebben echt weer een heerlijk uitzicht vandaag. Want de zon schijnt weer. Het is ongelooflijk warm. 32, 33 graden ongeveer. Holy moly. En ik heb echt het gevoel alsof ik een weerman ben als ik zeg het is vandaag ongeveer 31 tot 32, misschien 33 graden. Want ze zijn thuis en daar is het helemaal ander weer. Ja, heel veel van jullie zijn op vakantie. Heel erg tof dat zelfs jullie awesome kijkers deze vlogs ook kijken op vakantie. Voor de mensen die allemaal nog in Nederland zitten en die al vakantie hebben gehad, tof dat ik mijn vakantie met jullie kan delen. En voor de mensen die nog op vakantie gaan, redelijk laat. Veel plezier nog. En ga je nou niet op vakantie, dan misschien volgend jaar en hopelijk hebben jullie gewoon kunnen genieten van de vlogs die ik hier maak, zodat jullie zelf ook nog een beetje het gevoel hebben dat jullie op vakantie zijn. En lekker afspreken met vriendjes en vriendinnetjes en ja, Rol maken. En in Nederland is het ook niet zo heel erg slecht weer. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan lekker ontbijten. Bumper. Oh, ga eens kijken, Bump. Ga eens kijken. Oh, wat heeft Deetje voor je? Een stukje brie. Oh, Bumper die lust ook echt van alles, hè? Ja, dat vind je zo lekker. Goed zo. Bumper, high five. Doe maar high five. Doe maar high five. Goed zo. Bumper, kom eens kijken. Kijk eens. Wow. Hallo. Je lag zo eens lief te slapen. Goedemiddag. Het is ook lekker. Ik moet wakker worden. Je wordt moe van het warme weer, dus ja, Heb je wat slaap nodig. Ik wil heel graag met jou naar de stad. Oh, dan gaan we naar de stad. Oké, moet je wel een beetje iets aan jezelf doen. Ja. Je ziet er niet zo leuk uit. Pam 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 pam. We gaan op de scooter. Ik wil trouwens even iets grappigs vertellen. Het is echt heel erg bijzonder. Soms zie je wel eens als je buiten bent en je hebt een uitzicht, dan zie je bijvoorbeeld dat hier de zon schijnt en dat daar voor de rest schaduw is. Maar weet je wat er nou gebeurd is bij die baai daar tegenover? Daar regent het overal. En hier is het gewoon droog en super warm. Ik vind dat toch altijd best geinig en bijzonder. En ik heb ook wel eens in de file gestaan samen met mijn moeder toen we een keer op vakantie gingen, echt jaren geleden. En dat was zo bijzonder. Toen reden wij op de weg en wij stonden in de zon en de auto voor ons was nat. Dat is toch bijzonder? Ja, maar er moet ergens een grens zijn. Dat is zo raar is het. Ja, er moet ergens een grens zijn, tuurlijk. Maar het is alsnog wel bijzonder om mee te maken. Zo, wij zijn er helemaal klaar voor. We gaan er vandoor. Oh ja, en het is trouwens wel bizar dat dit soort helmen die wij op hebben, die accepteren ze niet in Nederland. Nee, want die zijn kut. Ja, deze zijn zo los en raar en het is helemaal niet veilig. Maar ja, anyways. We gaan. Au. Ja, we gaan er vandoor. Oké, 1, 2, go! When you see me out there being awesome, being all I know how to be, feels good being myself. Feels good being myself. You might see me out there being awesome. Wow, heel even een pauze hoor. Check hoe dit eruit ziet, dames en heren. Hier zie je het gewoon perfect. Dat gedeelte is regen, dit gedeelte is zon. Kijk dan hoe magisch. Live from the capital of all things awesome, where being lame ain't allowed, mon frère. Don't be a dub, but do be dope, you know. Plead the fifth, that lip it won't go, you know. By the here and other hold ups, nobody out there will say they told us. I'll be one to remember, bring that good old funk to the ember. Toke toke and return to sender. And when life's all good, make it better, my bud. Fro day to fro day. Vibe like they had in the old days. About that time they recognize around here the good stuff found here. When you see me out there being awesome, being all I know how to be. Feels good being myself. Feels good being.
say go get it. My girl say you got it, don't you ever forget it. Never. We all looking for a reason to be whistling. Talk getting awesomer, I say shit, I'm listening. You know. I'm so ahead, I should be on top of next. You know. I'm moving out to set it right on top of X. You know. Do whatever you do to the max. Only a douchebag slack. Tell the asshole, give it orders. The head of the Taurus. The absence of failing enormous around here. In deze winkel hebben ze ook echt daadwerkelijk alles. Dat is niet te geloven. Voilà. Ze hebben serieus hier gewoon ruitenwissers. Wauw. Ze hebben hier trappers. Maar wat wel is sloten. Heel belangrijk. Maar duct tape. Altijd handig. Hè? Duct tape fixt alles. Zonder duct tape kom je er niet in deze wereld. Zeker niet. Als je ooit een keer een 5,5 haalt, dan moet je hem plakken met een 6. Oké, dat sloeg echt nergens op. Kijk, ook super. Behandig. Zo doet de wenkbrauwen altijd zo. Zo. Ik doe mijn wenkbrauwen niet. Oh nee, je zo doet je wenkbrauwen. Nee, dat vind ik echt heel erg mooi aan D. En daarvoor ben ik ook op jou gevallen. Jouw wenkbrauwen zijn gewoon puur natuur. Sommige mensen geloven het niet. Kijk, sommige mensen geloven het niet. Maar dit is puur natuur. Wat heb jij nou, D? Rugkrabben. Aha, ruggenkrabben voor in de tuin of voor op je rug. Altijd handig om je poep op te vegen. Nou, dat ze zelfs hier aan hebben gedacht. Mensen te besnijden. Eten. Oh. Oh lol, dit zijn poepontstoppers. Ik dacht dat het een bel was om te rinkelen zo. Klinkt echt smarrig, man. Ja, het is echt super vervelend dat D de ventilator aan wil als we slapen. Want ik ben echt stront verkouden. Deze is lekker. Deze ook. Ik heb ze echt tegen mijn bek aangeduwd en ik ruik gewoon zowat niks. Aansteller. Oh. Yes, eindelijk D. Hebben we voor jou wat gevonden. Echt waar? Kijk eens aan. Doe maar. Goed zo. Wow, je zou deze placement maar hebben. Ja, hallo. Wow, creepy, ga weg, ga weg. Ah. Oh, als ik bang word, moet ik altijd scheet slapen. Awkward. Nee. Awkward. Quinn die wordt binnenkort 14 jaar. En we gaan een super awesome taart voor hem kopen. En het leek mij dus leuk om deze twee vuurwerkstokjes erin te doen. Echt super awesome. Ik heb het altijd al eens willen proberen dit. Kijken of het werkt. Je ziet wel eens bij restaurants of zo dat ze dit gebruiken. Dus hopelijk gaat het goed. Check deze afbeeldingen. Zoals deze. Wat? Check dit. Een boemerang, man. En kijk hoe gaaf deze is. Holy shit. Het is niet te geloven, maar we zijn gewoon bij de schoolafdeling in de vakantie. En kijk wat ik tegenkom. Deetje. Dit vond ik altijd zo leuk. Papa die had het op zijn kantoor altijd en dan gingen we altijd zo. Ja, dit is een liniaal met allemaal van die tekentjes erin. En met letters en cijfers. Dat is zo cool. En hier hebben we de vertrouwde... Milan gummetjes. Kijk. Milan. En dit is mijn afdeling. De partypoppers. Wow, en ze hebben gewoon al één afgeschoten. Overal hangen hier camera's. Echt overal. Daar één. Daarnaast alweer één. Daarachter één. Ik denk dat in deze winkel wel iets van 25 camera's hangen. Dat komt omdat in zulke soort winkeltjes zoveel wordt gejat. Ze hebben hier namelijk geen poortjes. Dus als ik wil kan ik hier gewoon mee naar buiten lopen. En er gaat geen alarm verder af. Heel vaak pakt hij dat niet. Dus, weet je, gaan we betalen of rennen we weg? We betalen. Oké, goed plan. En dit, dames en heren, zijn de beelden van de bewakingscamera's. Holy shit. Echt ziek. Hey, je ziet mij daar staan. Kijk. Zo, het heeft gewoon lekker geregend. Dus dan gaan we maar scooterrijden in de regen. Zien jullie deze visjes in die bakken? Hier kan je gaan zitten en dan gaan die visjes aan je voeten zuigen. Maar die kijk dan. Het ziet er vet bizar uit. Het zijn hele kleintjes. Maar deze tweede inderdaad. Wow. Die visjes zijn heel groot. Vorig jaar hebben wij dat gedaan. Met onze voeten in zo'n badje met visjes. En dit jaar gaan we dat weer doen.
Ja, dat was zo leuk om te doen. En het was super bizar en komisch eigenlijk. Want Quinn, die was toen een chocolaatje aan het eten. En die liet toen een stukje chocolade invallen. En toen ging in één keer alle visjes van mijn voet weg en dat chocolaatje opeten. En toen keek die mevrouw super boos, maar ook vreemd van, hè? Hoe kan dat nou? What the heck, dames en heren. Kijk dan. Dit is echt bizar. Dat je dit eigenlijk gewoon kan halen hier. Ja. Dat is toch gek? Wauw. Allemaal riddershit. Echt bizar, maar vooral die wapens. Daarachter gewoon een Uzi. Wauw. Weet je hoe vrouwen dingen passen? Op die manier. En dan lijkt het net een schort, maar dan kan je even kijken hoe het staat. En deze staat je heel leuk. Ik heb deze in blauw gehaald. Het is uitgekomen. Oh. Het is tijd om even wat heerlijke churros te halen. Ze gaat ze klaarmaken. Oh. Oh, lekker. Ja, dat wordt heel lekker. Je ziet, hè, wat voor lekkere dingen ze hier hebben. Zo lekker. Ze hebben hier allemaal... Wow, kijk dan. Vet grote koek. Wow, wat is dit? Merengue. Merengue? Schuimpje. Oh, lekker. Zo, daar zitten we dan. Heerlijk te eten, weet je. Wauw. 8 churros met vers geperste sinaasappelsap. Ching. Holy shit, wat vet. Zo kan je trouwens ook... Hier, een kenteken met duct tape. Ik zei toch dat duct tape altijd overal goed voor was. Maar check, best wel vette motoren, joh. Als je hiermee gaat toeren. Super gangster, joh. Ja hoor. We hadden al zo'n vermoeden, er is niemand thuis, want normaal gesproken komt Bumper altijd volle speed naar ons toe gerend. En wij hebben geen huissleutel. Nee, dus we gaan de scooter weer eruit pakken en we leggen de tas hier in de garage en dan gaan we hem even beneden, gaan we ergens op het terrasje zitten wat drinken. Ik denk dat ze daar ook zijn trouwens, dus dan hebben we sowieso, dan kunnen we ze en daar vinden en dan hebben we de huissleutel en we kunnen wat drinken. Kijk eens aan, alles in één. En daarnaast heb ik nu weer een voorbeeld van hier, waar wij nu staan, is er geen zon, maar als je daar gaat kijken... Overal zon. Ja, weet je wat komt? Wij zitten achter zo'n huis daar. En die houdt alle zon weg. De zon gaat achter het huis boven ons. En dan is de zon bij ons gewoon weg. En dan aan de overkant schijnt hij er overheen. Maar oh. Niet. Kijk eens aan. Dus dat is een beetje jammer. Ah, oh, nee, Dee. Wat? Moet je poepen? Ja. Jij weet het ook al gewoon dan. Ik ken je al vet goed. Al 2 jaar. Heerlijk even een watertje gedronken hier beneden op een terrasje. En nu gaan we naar boven en ik ben helemaal de weg kwijt. Want er staan 3 blauwe scooters. Welke nemen? We hebben het voor het kiezen. Ik kies... Deze! Yeah! En ik weet niet wat het is, dames en heren. Maar ik had gisteren al 2 aspirintjes genomen. En ik ga dat straks weer doen, want ik voel me echt niet lekker. Ik heb een beetje symptomen. Dat gewoon erop wijst dat ik gewoon ziek word. En dat is heel erg vervelend. Het is heel erg naar. Dus laten we maar hopen dat het allemaal goed gaat. Ik heb net te horen gekregen dat we niet boven gaan eten. Maar hier bij een restaurantje aan zee. Dus dat is wel heel tof. Maar ik hoop dat ik het volhoud. Doe een blauw duimpje omhoog als je niet wil dat Enzo ziek wordt. Ik wil echt niet ziek worden, mensen. En anders dan prop ik even van die Spaanse paracetamol in mijn strot. Want nu neem ik gewoon Hollandse. Dat is ongeveer... 200 milligram. Weet je wat het voordeel is? Als je griep krijgt, gaan we gewoon naar dokter Nilawi. Dat is de liefste dokter van de wereld. En dan doe je een spuit in je bil en dan ben je beter. Altijd als ik op vakantie ga is iets. Want vorig jaar toen ik op vakantie was hier in Spanje, toen had ik oorontsteking. En toen was ik 2 dagen echt doodziek van de oorontsteking. Toen ging ik hier naar de dokter en toen gaf hij me oordruppels en alles. En toen is alles gewoon goed gegaan. Maar toen ik daar was, toen zei hij van ja... Als je het te lang vindt duren, dan heb ik ook wel iets anders hoor. Kan ik je gewoon een spuitje geven in je bil? En dan zeg ik, nee, ik hoef geen spuit in mijn bil, dankjewel. En toen heb ik gewoon die oordruppels gebruikt en toen is het goed gegaan. Maar als er wat mis is, dan kan ik gewoon naar dokter Gevaarlijk, noem ik hem. Maar hij is wel heel erg aardig. Ik heb een scooter van de standaard. Wauw, deze heeft gewoon een scooter van de standaard gehaald. Nou, nu nog starten. Weet je hoe dat moet? Oh! Gas geven en een knopje. Oh, hij valt uit. Kan je eigenlijk scooter rijden, Dee? Vast wel. Ga eens proberen. Oh, oh, ik vind het gewoon eng. Waarom doe ik dat ook weer hier? Ja, met allemaal palen. Ah. Heel goed, Dee.
Daar gaat ze hoor. 10 km per uur. Heel knap. Oh, oh, dat bankje. Ja, dit gaat juist hartstikke goed af. Maar ik denk dat ik toch maar even ga rijden. Nee, ik ben. Ik krijg het niet meer aan. Oh, je moet de rem ook in. Ja, je moet de rem inhouden. En dan het contactding. Nu wat harder, nee, harder. Woe! Zullen we jou nog een andere keer laten rijden dan? Ja. Oké, okay, komt goed, ja? Ga ik nu je wel even naar boven talent, rijden. Dat zag je meteen, hè? Ja, je had wel talent. Ja. Volgens mij kunnen niet heel erg veel mensen dit, maar dan ben ik dus een van de weinigen. Een aspirintje. En dan lekker op kouwen. Alsof het een Mentos is. Lekker. Au! Gaat Bumper mee? Oh, ga maar. Doe maar. Ja. Gaat Bumpertje mee? Oh, Bumper is zo blij. Even Bumper zijn riem pakken. En dan gaat Bumper als een echte baas gewoon mee naast de scooter. Daar gaan we. Bumper, kom. Ja. Blijf, Bumper. Hey, Bumper. Hey, Bumper. Hij gaat even een rondje. Kom hier. Zijn tong ook, hè? Even zit. Zit. Goed, goed zo. High five. Hij denkt, ja toch. High five. Goed zo. Nee. Hallo, blijf terug. Blijf. En doe maar. Ja. Ja. Nou. Ja. Doei. Doei. Heeft onze Bump goed gedaan, hè? Yeah. Missie voltooid. Yay. Goed zo, Bump. Heb je wel verdiend na zo'n lange rit naar beneden. Zo hard dat hij ging 30 km per uur, hè? 30? Ja. Zo snel? Ja. Nee, maar ik denk, hij zal je wel heel snel al bijhouden. En hij blijft maar gaan. Ja. En dan, als het klaar is, dan gaat hij wel even... Oh. Ja, dan wordt hij wel moe en dan stopt hij wel, ja. Zo, in één keer het water op. Heel goed. Dus, we hebben net eten gekregen. Althans, het voorgerecht. Ik heb hier een heerlijke garnalencocktail. Het ziet er echt prachtig uit en ik weet nog dat het echt heerlijk is van vorig jaar. Maar wat ik nu op mijn lepel heb, heb ik gekregen van iemand die hier aan tafel zit en het is een slak. Natuurlijk met zijn huisje eraf, maar ik ben echt benieuwd hoe het smaakt. En ik had niet verwacht dat ik hier gewoon slak zou eten. Het ruikt lekker. De saus is ook lekker, maar nu nog in zijn geheel. Ja, het is gewoon lekker. Maar je denkt dat het vies is, omdat als jij een slak ziet, dan denk je... Wah! Maar het is gewoon lekker. Het is heel lekker. Na het voorgerecht komt... Inderdaad. En dat heb ik nu voor me gekregen. En hier zeg je gewoon u tegen. Dit is gewoon ongelooflijk. Kijk dan gewoon hoe ontiegelijk groot dit is. 350 gram aan biefstuk. Dus dit wordt genieten als een baas. Het is een beetje raar gegaan. We kwamen thuis en toen heb ik even een potje FIFA gedaan met Simon. En toen is D eigenlijk gaan stappen. En na een half uur, drie kwartier, hey Enzo, wil je me ophalen? Ik ben eigenlijk toch nog iets te moe. En laten we maar lekker gaan slapen. Want ik wilde net naar bed gaan omdat ik me nog steeds niet lekker voel. Dus nu zit Deetje daar. En gaan wij heerlijk naar bed toe. Dus dames en heren, ik hoop dat ik morgen beter ben. Ik hoop dat jullie het een super toffe vlog vonden. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En nogmaals, shout-out naar jullie. Want de duimpjes omhoog op de vakantievlog zijn echt amazing. Daar komt die dikke, vette peace. Knol Power!